je voor je hagelnieuwe zaak. Hoe leuk is dit en zo'n mooie naam ook? Hoe kom je aan deze mooie naam? Nou, ik zocht eigenlijk een naam waarbij het duidelijk werd dat het voor hoofdzakelijk dames was. En ja, dat we gewoon wat meer, wat liever voor onszelf moeten zijn. Dus ja, wat is dan mooier dan Studio Lief voor jezelf? Heel toepasselijk. Nu zijn we wel benieuwd, want we mogen een kijkje nemen. Ja, kom. Welkom in onze mooie winkel. Ja, supermooi. En nog van harte gefeliciteerd natuurlijk. Wanneer zijn jullie open gegaan? Dankjewel. Ja, afgelopen zaterdag. Dus we zijn nog maar een weekje open. En ja, tot nu toe zijn de reacties ook zo positief. Het is eigenlijk anders dan anders. Het is een winkeltje waarin alles te krijgen is op lifestyle, geurbeleving, verzorging voor je haar. Dus lief voor je haar, lief voor je huid, alles op huidverzorging. En naast de winkel hebben we ook nog een schoonheidssalon. Hoe kom je op dit idee? Ja, de combi is natuurlijk perfect. Hè, want wat wij willen is kwalitatief goede producten, maar we willen ook het ervaren, het beleven. Dus vandaar de combi, de winkel, en daarnaast kun je dus ook alle producten beleven. Niet alleen in de schoonheidssalon, maar we hebben ook een belevingswand waarin je alle producten kan proberen. En dit is natuurlijk niet je eerste zaak, hoorde ik net. Nee, klopt. We hebben nog een filiaal, die zit in Dronten. Daar doen we allemaal behandelingen. We hebben daar een schoonheidssalon, kapsalon, massage, zonnebankstudio. En we zijn heel erg gespecialiseerd in kleuringen, haarverlenging. En vandaar ook dat we ook Balmain hebben. Sandra, en nu heb je dit concept. Is dat hetzelfde concept als je dat in Dronten gebruikt? Nee, in Dronten doen we eigenlijk alleen maar behandelingen. Tuurlijk hebben we ook een stukje verkoop in producten. Ja, want het is niets belangrijker dan als wij mooie dingen creëren of je huid goed verzorgen, dat je dat thuis ook gaat doen voor je haar, voor je huid. Maar hier heb ik echt een winkel waarin ik alles heb. Niet alleen voor je haar en voor je huid, maar ook voor je huis, voor je geurbeleving. Mooie cadeautjes, dure cadeaus, goedkope cadeautjes of gewoon voor jezelf. Eigenlijk jammer dat kijkers thuis niet kunnen ruiken hoe lekker het hier ruikt. Ja, hè? Dat is ook het eerste wat mensen zeggen als ze binnenkomen. Oh, dan ruikt het hier lekker. Ja, en we hebben eigenlijk voor iedereen wat wils. Ja, geur is natuurlijk zo persoonlijk. Ja. De een houdt van wat zwaardere geuren of wat lichtere geuren, bloemen. Ja, eigenlijk hebben we alles wel in huis. Zijn er bepaalde trends op het ogenblik of is het wel een beetje voor ieder wat wils? Ja, uiteraard voor ieder wat wils, maar wat vooral belangrijk is en wat wij ook heel belangrijk vinden, zijn ingrediënten. Het is belangrijk dat je lief bent voor je haar en voor je huid en dat je dus ook goede ingrediënten gebruikt. Dat het liefst alles zoveel mogelijk op natuurlijke basis, vegan, parabenenvrij. Nou ja, dat zijn wel aspecten waar wij heel erg op letten, ook met de inkoop van onze producten en de producten waar wij mee werken. En wat is je doelgroep? Ja, is heel breed. Ja, eigenlijk is iedereen welkom hier. We hebben voor iedereen wat. Dus, maar voornamelijk voor de dames? Ja, maar de heren zijn ook welkom hoor, want die houden ook van geur en beleving. En ja, een mannenhuid is niets anders dan een vrouwenhuid. Dus ook daar hebben we heel veel verzorging voor. En voor het haar, voor de huid. Maar ja, ook leuk om mooie cadeautjes te kopen. Hè? Ja, cadeautjes, dat zal nog gaan. Maar hebben mannen, denk je, meer drempelvrees om zichzelf te laten verzorgen? Of is dat tegenwoordig al heel gewoon? Ja, dat is leuk, want en dat zien we ook in ons filiaal in Dronten, daar doen we hoofdzakelijk behandelingen, is dat de drempel steeds lager wordt en dat mannen het ook belangrijk vinden dat ze zichzelf goed verzorgen. En nee, die drempel wordt steeds lager en dat is mooi om te zien, die ontwikkeling. Mannen gaan ook voor kwaliteit, willen daar ook wat geld aan uitgeven en dan zijn ze bij ons aan het goede adres. Ik zie hier natuurlijk prachtige producten staan en ook aan de voorkant van je winkel. En dan denk ik van, hoe bepaal je nu wat een product is wat voor jou werkt en voor je klanten natuurlijk? Nou, dat gaat niet van de een op de andere dag. Ja, daar ben ik al best wel heel lang mee bezig. Ik zit al zo'n 30 jaar in het vak. En ja, gaandeweg ga je ook ontdekken wat belangrijk is.
wat mensen belangrijk vinden, wat ik zelf ook belangrijk vind. Wat voor mij het voornaamste is, zijn de ingrediënten die erin zitten. Dat die niet schadelijk zijn en dat het ook betaalbaar is, maar wel hoogwaardige kwaliteit. Dat heb ik ook gevonden in de loop der jaren in Purlé en Dermaprime. En eigenlijk bieden deze twee merken mij alles wat ik ook maar kan op gebied van verzorging van de huid. Dus je kunt met een kleine portemonnee ook best een goed product kopen? Absoluut, ja, zeker weten. Ja. Nu is dat natuurlijk niet zomaar dat je zoiets kunt gaan doen. Daar heb je een opleiding voor nodig. Wat heb jij voor opleiding hiervoor gedaan? Ja, zeker. Ik ben ooit begonnen in mijn carrière met het kappersvak. Daar ligt mijn roots. En op een gegeven moment kregen we een grotere salon. En wou ik wat meer uitbreiden. En ik heb altijd interesse gehad, ook in gezichtsbehandelingen en huid. Ik heb een vriendin die is schoonheidsspecialiste en nam ook examens af voor de schoonheidsspecialistes. En die heeft mij geprikkeld om ook de schoonheidsopleiding te gaan doen. En ja, dat was natuurlijk een super mooie combinatie als je dat ook binnen je bedrijf mag doen. En doe je dit dan allemaal alleen? Nee, dat lukt niet. Nee, want als ik behandelingen geef, dan heb ik altijd iemand nodig voor in de winkel. Dus een combinatie van twee mensen sowieso hier in Elburg. En in Dronten hebben we ook een kapsalon, schoonheidssalon, massage. Dus daar staan we met een groter team. En het leuke is dat we ook kunnen combineren. Dus ik heb ook mensen die in Dronten werken, ook hier in Elburg soms een dag of twee dagen staan. Daarnaast zijn we een erkend bedrijf voor mensen op te leiden. Dus zowel voor de schoonheidssalon als voor de kapsalon. Dus we werken ook met stagiaires. Ja, en dan doe je het al een poosje en doe je dan tussendoor ook nog weer cursussen om een beetje up-to-date te blijven? Altijd. We zijn nooit klaar met leren. Nee, in ons vak is er zoveel ontwikkeling. Zowel voor het kapsvak als de schoonheidssalon. Als ontwikkeling van alle producten. En dat houden we heel erg goed bij. En wij blijven trainen en cursussen volgen en deze ontwikkelingen volgen. Nou Sandra, hartstikke bedankt voor de behandeling. En nu wil ik misschien nog een keer komen. Kan ik dan hier gewoon bij de toonbank weer een nieuwe afspraak maken? Nee, helaas kan dat niet. Je moet online een afspraak maken vanwege de coronaregels. Je kan dat via onze website doen of via Insta of Facebook. www.studiolief.nl. Ook hebben we buiten een bord staan met een QR-code. Met die code kan je gelijk inscannen op onze agenda. En kan je dus via je telefoon online je afspraak inplannen. Oké, dat ga ik doen.